Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie proberen om zelf een t-shirt te gaan bedrukken door middel van transferpapier. Ik vond het al heel erg lang leuk om eens een keertje te proberen en ik wilde dit nu heel graag doen. Dus ik dacht misschien is het leuk om te laten zien of dit makkelijk gaat en hoe je dus zelf een t-shirt zou kunnen bedrukken door het gebruik van transferpapier. Mocht je benieuwd zijn hoe dit allemaal in zijn werking gaat en of het een succes is, zou ik zeggen kijk gezellig even mee met deze video. Ik heb hier het transferpapier. Ik heb het transferpapier bij de Action gekocht. Dit is van het merk Avec en je betaalt €2,99 voor zo'n set. Hiermee kun je 5 t-shirts maken. Je kunt namelijk 4 t-shirts, 4 lichte t-shirts bedrukken en 1 donker t-shirt. Je hebt nodig een printer, een computer, een strijkbout en een t-shirt. Laten we allereerst maar eens even kijken wat er in deze set zit. Het eerste wat je krijgt, dat is een papiertje. En dit moet je gaan gebruiken om het t-shirt te gaan strijken. Het lijkt eigenlijk op een soort bakpapiertje. Dus stel dat je nou zo'n papiertje op een gegeven moment heel erg gekreukt hebt en je denkt ik kan het niet meer gebruiken, zou je dus ook voor bakpapier kunnen gaan. Dat is het eerste wat erin zit. Dan heb je 4 velletjes met het oranje achterkant. En deze zijn voor lichte t-shirts. Dus hiermee kun je een licht t-shirt bedrukken. Dit is dan de voorkant, niet heel spectaculair. En dan heb je ook een velletje met een blauwe achterkant. En deze is voor het donkere t-shirt die je zou kunnen gaan bedrukken. Even kijken wat er op de achterkant staat. Je moet het gewenste design uitprinten met een inkjetprinter op het transferpapier. Als tip geven ze mee om een klein kruisje op de bovenzijde van het printpapiertje te zetten, zodat je vooraf kan zien hoe je printer het papiertje dus oppakt en op welke zijde hij print, want dat is dus bij iedere printer anders. Dan knip je het of snij je het design op maat uit. Je moet tekst in spiegelbeeld afdrukken. Ik heb trouwens overigens ook het plaatje in spiegelbeeld gezet. Deze leg je dan op de gewenste plek op de stof met de afbeelding naar de stof toe. Zodat je de oranje ruitjes zichtbaar hebt of de blauwe dus. En dan leg je het strijkvel eroverheen en dan strijk je de afbeelding op de stof. Het ruitjespapier kun je dan daarna verwijderen als het is afgekoeld. Dus dat. Ik zal je ook even laten zien hoe je een afbeelding kunt spiegelen of hoe ik dat heb gedaan. Ik heb dit wel gedaan op een iPhone. Mocht je een ander besturingssysteem hebben, zou je het best even op Google kunnen kijken. Want ik weet dus niet hoe het er bij een ander besturingssysteem aan toe gaat, want ik ben zelf alleen maar iPhone gewend. Ik ga een t-shirtje maken voor mijn nichtje Lente. Dus ik heb een heel klein t-shirtje. Hij is nog een beetje gekreukt, dus ik wil hem eventjes een beetje even vooraf strijken, zodat hij kan afkoelen, zodat ik zeker weet dat hij helemaal netjes is. Dus dat ga ik zo eerst even doen. Je kunt shirtjes eigenlijk heel goedkoop kopen. Ik heb deze gewoon bij de Zeeman gekocht, maar eigenlijk op heel veel plekken kun je gewoon basic witte shirts kopen. De vraag waar ik zelf nogal mee zat was, moet ik zo'n shirtje van tevoren wassen? Want ik heb daar heel erg over getwijfeld. Kun je het gelijk gebruiken als het nieuw is of moet je het eerst even wassen? Maar pakt het dan nog wel als er wasverzachter en wasmiddel in zit? Toen kreeg ik de tip om hem gewoon door het water heen te slaan. Dus ik heb hem in koud water gezet en daarna heb ik hem uitgeknepen en laten opdrogen. Dus hij is verder niet gewassen met wasmiddel of wasverzachter. Maar ik ga hem nu eerst eventjes voorstrijken en dan even laten afkoelen. En dan kan ik ondertussen de afbeelding uitprinten. iPhone werkt het zo. Je pakt de gewenste afbeelding die je wilt spiegelen. Dan druk je onderaan op het roteerknopje. En dan staat er linksbovenin een knopje om te spiegelen en die tik je aan. En zodoende kun je de afbeelding dus spiegelen en opslaan en uitprinten. Nou, ik ga dus eerst even het t-shirtje voorstrijken zodat alle vouwen er ook uit zijn. Ik heb de strijkbout best warm staan, maar ik denk dat het ook wel goed is. Kijk, want nu komen er alweer wat lelijke vouwen in en dat wil je gewoon niet. Dus in ieder geval dat die eventjes netjes is. Ik
doen we ook gewoon even de achterkant. En dan kan ik hem intussen eventjes laten drogen of laten afkoelen. En dan ga ik intussen alvast eventjes een printje maken. Ik ga eerst eigenlijk de afbeelding eventjes op een kladpapiertje printen. Zodat ik kan zien of dat hij ook groot genoeg is. En daarna zal ik hem dan uitprinten op druitjes papier. Maar deze laat ik nu eerst even drogen. Nou, dit moet de afbeelding worden. Hij zit nu dus eventjes op een kladpapiertje. En nu ga ik hem er eventjes opleggen om te kijken of dat goed is. Dus dan kan ik hem zometeen eventjes checken. Dan ga ik hem eventjes uitknippen en even op het shirtje leggen om te kijken of dat past. Zo, eventjes kijken. De tekst is wel vrij groot, maar ik denk dat het wel leuk is. En zoals ik zie vind ik dit eigenlijk al perfect. Dus ik heb hem op precies de goede maat gedaan. Dan ga ik hem nu uitprinten op het ruitjespapier en dan ga ik hem uitsnijden. Want ik heb nu geknipt en ik vind snijden toch wat mooier. Dus dat ga ik nu eventjes doen, zodat hij even wat netjes is, netter is. Dus we gaan hem eerst eventjes uitprinten. Zo, ik ga de afbeelding even uitsnijden, zodat hij mooi recht is. Hier nog wel een klein randje vanaf. Zo. Deze kant nog. Dan snijden we Boomba even uit. Zo, die nog even. Dan moet er hier echt nog een heel klein randje vanaf. Zo, en dan kunnen we hem erop gaan maken. In het shirtje leg ik even een papiertje, zodat hij niet kan doordrukken. Dan begin ik met de tekst. Die leggen we dan zo hier. Dan leg ik het papiertje erop. Dan zorg dat hij niet verschuift natuurlijk. Dan kunnen we hem strijken. Dus ik ben heel benieuwd. Er staat niet precies bij hoe lang je dit moet doen, dus ik doe het een beetje op gevoel. Ik ga er liever te vaak overheen dan te weinig. Zo, en dan denk ik dat hij goed zit, als ik het zo zie. Dan beginnen we gelijk met Boomba. Boomba komt dus... een beetje recht blijven liggen. Hier zo onder. Daar doe ik precies hetzelfde mee. Dan zie ik eigenlijk de afbeelding er al wel doorheen komen. Dat is top. Dit moeten we dan heel even laten afkoelen voordat we het los kunnen halen. Dus daar moeten we eventjes op wachten, want dit is natuurlijk nu heel erg heet.
Oké, het papier is nu helemaal afgekoeld. Dus ik ga het nu heel voorzichtig loshalen in de hoop dat hij het heeft gepakt. Maar ik zie dus al dat hij niet helemaal loslaat. Dus dan moet het dus nog een keer. Even kijken hoe dat bij deze zit. Misschien is het hetzelfde verhaal. Ja, ik zie het al. Hetzelfde verhaal. Ik ga hem gewoon nog eventjes zo erop leggen, zodat ik ze allebei tegelijk even meepak. En dan wachten we weer tot hij droog is, afgekoeld is. Oké, kijken of Boema er nu wel op zit. Dat was spannend. Oké, Boema zit erop. Dat is top. Nou kijken of de tekst er ook op zit. Niet helemaal. Nou, om hem nou nog heel even vast te strijken, ga ik er nog even met het papiertje overheen, zodat hij eventjes een soort van, ja, eventjes heel goed nog extra vastgestreken wordt. Dat doe ik ook even aan deze kant. Nou, wat vind ik nou van het transferpapier van de Action? Op zich gaat het best wel makkelijk, maar ik ben niet helemaal tevreden over het resultaat. Dus ik zal de tekst nog een keer opnieuw moeten doen. Die zal ik er dus nu toch af moeten halen, want ik zal je even laten zien hoe het eruit ziet. Vind ik niet mooi. Zo ziet het resultaat er namelijk uit en ik ben niet helemaal tevreden, want ik vind de tekst niet helemaal netjes. Hij is een beetje ingescheurd, maar zo is het resultaat. Dus dat ga ik nog eventjes oplossen. Ga ik er gewoon eventjes afhalen en opnieuw doen. Voor de rest vind ik hem wel heel leuk geworden. Het werkt dus wel, maar het is niet heel makkelijk. Je ziet dus wel die witte randen ook, wat je strijkt. Dan zie je dat op wit niet, maar zou je dus een zwart t-shirt gaan maken, kan je het beste wel eventjes kiezen voor een afbeelding die geen witte randen heeft. Want dat ga je er dus wel doorheen zien. Ik hoop in ieder geval dat ik duidelijk heb uitgelegd hoe het te werk gaat als je dus een t-shirt wil maken met transferpapier. Zoals je kan zien, dan gaat het bij mij ook wel eens mis, maar ik ga dit oplossen en dan zal ik je in een van de vlogs nog laten zien hoe het er dan uitziet. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ik ben benieuwd of jij al eens ervaring hebt met het maken van een t-shirt met transferpapier of dat je... Video denkt, ik zou het wel eens leuk vinden om te proberen. Ik ben wel benieuwd of je hier ervaring mee hebt of dat je het zou willen proberen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat een rode button. Als je daar klikt, ben je ook geabonneerd. Maar vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!